Paarden gaan op weg naar de overkant van de baan. En het is daar dat die Dutch Buitenzorg dus wel degelijk de leiding over heeft genomen. Maar die deelnemer daarachter, die in Stardust, die raak je nooit kwijt. Die vindt altijd wel weer een versnelling. Geeft nooit op en is het grote gevaar voor de koploper. En daar gaat Michel weer naar tweede spoor om deze koers te winnen. Dat is de winnaar, Ian Stardust. Dat zou bijna niet anders kunnen. Heeft inmiddels een halve lengte voorsprong. Dutch Buitenzorg weert zich geweldig aan die binnenzijde. En daarachter komt ook Loverboy Freitout nog een keer terug. En we komen dan in de laatste rechte lijn. En daar heeft hij hem daadwerkelijk op de knieën. En dit is Ian Stardust die het op magistrale wijze gaat doen. De strijd voor plek 2 is spannend. Dutch Buitenzorg krijgt nog een aanval van Loverboy Freitout. Het is de 9 die het wint voor de 8. Dan de 2, dan de 3 en de 6. Een en ander is voorlopig. We kunnen gaan huldigen, dames en heren, de winnaars van de Flip van Dijkprijs. En Flip is er zelf bijgekomen om zo dadelijk Misha Brouwer de hand te schudden. Een goede bekende van hem, want hij wint met Ian Stardust. Een 4-jarige donkerbruine ruin Offshore Dream uit Urania Stardust. Gefokt door de familie Scheffer in bezit van Stal PD of het I&E Syndicaat. Het I&E Syndicaat. Oh, de laatste keer zelfs. En Bas Krebas, de trainer. Misha Brouwer, de rijder van dienst. En we kunnen overgaan tot de huldiging. Jongens, we hebben natuurlijk die extra ereprijzen. Bas Krebas heeft hem al ontvangen. Het kippakket van Topkip. En de wortelen van Jur Strijbers, die liggen voor het meenemen. Een prachtige bokaal namens de SEDA. En het is een hele sterke overwinning van Ian Stardust. Die sluit het initiatief mooi af met een overwinning. Het I&E Syndicaat. En we lopen samen met de naamgever van de koers richting Ian Stardust. Ja, Flip, ik draai je toch even om. Jij dacht, dit initiatief moet ik steunen. Dit is ook mijn baan. Ja, natuurlijk. Ik heb hier altijd fantastisch gereden altijd. En veel plezier gehad. En ik denk, dat doe ik een keer. Dan noem ik het Spinhok. Ja, dat is helemaal fantastisch. Die meiden mis ik wel. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar de gezelligheid is vandaag aardig terug. Ja, zeker weten. Mooi. En ik weet nog wel, ik heb daar ook nog wel de pingwing nagedaan. Nou, als je die meiden soms zit te kijken, fantastisch. Dankjewel, pingwing. Flip van Dijk was niet te beroerd om het geld te trekken. En deze dag te adopteren, mede. En gaat dus samen met de initiatiefnemer Robin Goudslomp op de foto. Peter Delers namens het I&E Syndicaat. Waar ook Casper Velding zo te zien deel van uitmaakt. En een mooie zegen voor Misha op de valreep. Fantastisch seizoen heeft hij gedraaid met... wat is het? 35 zegens, Mies? Om en nabij. Misschien nog wel iets meer. Topseizoen. U kunt in de handen voor Misha Brouwer en met Ian Stardust de Flip van Dijk. Meter. En de start is gevallen. Ze zijn onderweg en de koers begint met een galopade voor een van de medefavorieten, Gonny Caria. Ja, en dat maakt het misschien nog wel iets makkelijker zo dadelijk voor Misha Brouwer om hier toe te gaan slaan. Hij heeft in ieder geval een uitstekende start met zijn favoriet. En de koploper springt ook nog een keer weg. Freya van Jip en Mats Wester, die toch nog in de strijd was om te kijken of er een kampioenschapje te halen viel. Uitgeschakeld nummer 1. En we komen dan door de eerste meters. De posities worden gekozen. En het is na de start nummer Thomas 7, Bos, die nummer 7. Met Loverboy Freitout het beste eruit is gekomen. En die Loverboy Freitout, die neemt dan de leiding in handen. Op de tweede plaats, en dan ga ik toch maar even een klein gokje wagen. Brit Verbomen, denk ik, want die kleuren ken ik niet. Rijdt paard nummer 3, Friendly Face. En achter Friendly Face, beroemde naam natuurlijk uit het verleden, opereert paard nummer 9, Ian Stardust. Die ligt aan de binnenkant, maar die zal daar denk ik niet lang blijven liggen als er zo dadelijk wat op komt doen aan de buitenkant. Het zou Jimmy Snyder kunnen zijn met zijn Dutch Buitenzorg of anders Ruud Pols, die in deze koers actief is met Diamond SL. Deze 5 paarden die lijken de prijs onderling te gaan verdelen met nog 2 rondes te gaan in de koers vernoemd naar ons aller Flip van Dijk. En het is aankop van het veld Thomas Bos met zijn Loverboy Vrijthout. Heeft een lengte op de tweede plaats daarachter Friendly Lane. Ik noemde hem net Friendly Face, dat was een beroemde. Dit is Friendly Lane. Daarachter komt aan de buitenzijde Ian Stardust naar voren en dat wordt de ideale gangmaker voor Dutch Buitenzorg. En achter Dutch Buitenzorg is het dan Diamond SL.
Koers af op einde overzijde en daar komt er een serieuze aanval van Ian Stardust op de koppositie van paard nummer 2 Loverboy Freitout. Dat is een beetje jammer voor Snijder, want die dacht een lekker ruggetje hebben. Maar nu bedenkt hij zich geen moment en plaatst hij met Dutch Buitenzorg frontaal de aanval op de koploper. Slechts 5 paarden over en toch maken ze er een leuke koers van en het belooft nog een mooie slotronde te worden. Waarbij aan de binnenzijde Ian Stardust leidt. Aan de buitenzijde onder zware druk van Dutch Buitenzorg. Een als herboren Dutch Buitenzorg, mogen we gerust zeggen. Daarachter is dan aan de binnenzijde Loverboy Freitout, die moest even passen, maar loopt nu toch weer naar de tweetal toe. Aansporingtje voor Friendly Lane. En 2,5 lengte daarachter is het Diamond SL. Paarden gaan op weg naar de overkant van de baan. En het is daar dat die Dutch Buitenzorg dus wel degelijk de leiding over heeft genomen. Maar die deelnemer daarachter, die in Stardust, die raak je nooit kwijt. Die vindt altijd wel weer een versnelling, geeft nooit op en is het grote gevaar voor de koploper. En daar gaat Michel weer naar tweede spoor om deze koers te winnen. Dat is de winnaar, Ian Stardust. Dat zou bijna niet anders kunnen. Heeft inmiddels een halve lengte voorsprong. Dutch Buitenzorg weert zich geweldig aan die binnenzijde. En daarachter komt ook Loverboy Freitout nog een keer terug. En we komen dan in de laatste rechte lijn. En daar heeft hij hem daadwerkelijk op de knieën. En dit is Ian Stardust die het op magistrale wijze gaat doen. De strijd voor plek 2 is spannend. Dutch Buitenzorg krijgt nog een aanval van Loverboy Freitout. Het is de 9 die het wint voor de 8. Dan de 2, dan de 3 en de 6. Een en ander is voorlopig.